Een wild zwijn is een nachtdier wat in groepen leeft tot wel 30 dieren. Ze zijn niet territoriaal. Maar geslachtsrijpe mannetjes markeren hun leefgebied met urine en door met hun vacht langs de bomen te schuren. De voortplantingsperiode van wilde zwijnen valt van november tot januari. In februari, maart of april maakt het vrouwtje een kraamkamer. Na een draagtijd van ongeveer 4 maanden worden in april of mei 3 tot 12 jongen geboren. Een goede kans om zwijnen te zien te krijgen ligt in de zomermaanden. Vanaf het najaar zijn wilde zwijnen voor hun voedsel voor een groot deel afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare eikels en beukennootjes. Wilde zwijnen zijn echte alleseters en kunnen goed graven met hun snuit en voorpoten. Bij bosbouwers en biologen zijn ze hierom geliefd, omdat ze zo zorgen voor meer variatie en bosverjonging. Maar voor landbouwers is het omwoelen van hun akkers niet gunstig. Overstekende zwijnen kunnen daarnaast voor gevaarlijke situaties op de weg leiden. Het wild zwijn mag daarom in Nederland alleen leven in 2 aangewezen natuurgebieden. Daarbuiten geldt een genadeloos nulstandbeleid. Het verspreidingsbeeld laat echter al jaren zien dat er buiten de aangewezen gebieden ook zwijnen leven. Het nulstandbeleid is onhoudbaar en uit onderzoek blijkt dat tientallen natuurgebieden in Zuid-, Midden- en Oost-Nederland plek zouden kunnen bieden voor de soort. Waar ligt de toekomst van het wild zwijn in Nederland? Voor meer informatie ga naar de website zoogdiervereniging.nl/wildzwijn.